Ja, dat is maar één ding. En dat is Kwet Celtic. Zowel uit als thuis, dat is voor mij een beleving. Ik was een jonkie, dus voor het eerst 25.000 man. Mijn eerste vlucht naar Celtic met mijn oude Dakota. Ik vliegen 3 uur van Amsterdam naar Glasgow. Nee, dat was voor mij een beleving. Echt, dat blijft altijd gegrift. Dat ik aan het sporten ben gegaan, dat heb ik te danken aan de cardioloog van de Sluis. Want ik had hartritmestoornis en ik heb behoorlijk wat schokken gehad. En zodoende zei hij, jij moet nodig eens weer wat gaan doen. Want jij bent een slappe hap, zei hij tegen me. Ja, toen heb ik gezegd, 4 of 5 jaar geleden, nou, voor 1 november ga ik naar de fitness. Nou, en iedereen zei al in oktober, ben je al op de fitness? Ik zei, nee, voor 1 november. Nou, en zodoende ben ik weer begonnen. Op vrijdagsmiddags hebben we dan ook naar walking voetbal. Maar iedereen denkt dat dat zo gemakkelijk is. Maar zo werkt dat niet, hè. Want al die oudjes, oude mannen. En we hebben ook twee fantastische vrouwen die mee voetballen. En die kennen goed voetballen. Dus en iedereen wil winnen. En we gaan allemaal bezweet van het veld af. Het is altijd nog winnen. Winnen, winnen. Op een wedstrijddag van Kuwait, dan ga ik met een kop koffie rustig op het balkon staan. Of als het goed weer is, zitten. En dan even zo even naar buiten kijken. Naar Adelaarshorst. Als het helder weer is, is het echt leuk. Als de lichtmasten aan zijn, enorm veel licht. Ik kan nou de Leo Halle tribune zien. Dus nee, het is echt heel mooi om te zien. Puzzelen is ook voor mij een vast onderdeel op de wedstrijddag. Of ben ik maar een kwartier, 20 minuten bezig, heb ik maar een paar stukjes aangelegd. Dan is het al voldoende. Het Kuwait-gevoel is voor mij de omwonenden daar. Vroeger kon hier alles. Kuwait was een hele warme club. En dat proberen ze nu ook weer te doen. En dat vind ik wel fijn. Kuwait is altijd een warme club geweest. Echt, ja, rood-geel. Daar aan de Vetkampstraat. Het gezellige stadion. Nee, Kwet heeft altijd iets gehad. Altijd. Nou, de herinneringen van vroeger. Dat we daar altijd. We woonden daar in de buurt. Ja, en we gingen altijd naar de stoep voetballen. Kijk, er waren behoorlijk wat jongens. Nou, zeg maar 40, 50 man zat daar op de stoepen te voetballen. En er woonden heel wat oud-Kuwait-spelers, die woonden daar. Dus, en een stuk of 5, 6. Wim Wijers, Jan Bultheel, Dick Snijder, ik zei de gek. Harry Lammers en Gerard Zomer zaten wijk 16. Gerrit Niehaus op de Beestenmarkt. Dus, het was een dolle boel. Prachtig. Ik wou dat ik dat nog een keer over kon doen. Maar helaas. Ik ben Wietse Veenstra, ik ben 70 jaar. Ik kom al vanaf mijn 8e jaar op het Kuwait-terrein. En hierbij zeg ik: kom op dan!